Goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe vlogmas. Dit is een van de laatste vlogmassen die je gaat zien. Niet de allerlaatste natuurlijk, want ik ga met kerst natuurlijk wel nog vloggen. Maar na kerst ga ik stoppen met de vlogmas. Want vlogmas is gewoon eigenlijk tot en met kerst en dan klaar. Ik ga wel daarna gewoon nog door met vloggen natuurlijk. Alleen dan zullen het weekvlogs worden of misschien weer weekendvlogs of soms een dagvlog. Maar ik weet niet helemaal hoe ik dat nou ga doen. Ik denk dat ik eerst wel start met een weekvlog natuurlijk. Dus dat ik dan nog even ga vloggen van de dag na kerst tot en met oud en nieuw. Dat lijkt me wel leuk. Ik blijf gewoon elke keer op de dinsdag vlogs online zetten. Dat deed ik voor vlogmas ook al. Mama, wil je een trolle haar maken? Schiet schat, dat doe ik dadelijk. Maar ik ga eerst even dit nog doen. Oké. Ja? Ik deed eerst, deed ik ook. Elke dinsdag zette ik dan een video online. En daar wil ik dus mee doorgaan. Ja, dat was dus eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen als huishoudelijke mededeling. Ik ga vandaag een hoop laatste dingetjes doen voor kerst. Laatste dingetjes halen. En wat ik ook ga doen is ik ga een elektrische fiets uittesten. En dat doe ik voor de blog. Ik ben gevraagd om of ik wil uit gaan testen zodat ik daar een artikel over kan schrijven. Mijn man en ik zijn namelijk heel erg aan het twijfelen van gaan we wel of niet een elektrische fiets aanschaffen. Omdat hier in het dorp is het natuurlijk... hier in het dorp zelf zit heel weinig. Dus als ik dan iets wil gaan doen qua winkels of lunchen of whatever, dan moet ik toch een stuk verderop. En fietsen, dat is helemaal prima natuurlijk. Maar soms kan dan zo'n elektrische fiets wel heel erg handig zijn. Dus daar zijn we al een tijdje over aan het twijfelen. Ook natuurlijk in verband met de prijs. Dus vandaag ga ik er eentje uittesten voor de blog. En voor de rest, ik neem je gewoon allemaal weer mee. Dus je zult zien wat ik allemaal ga doen vandaag. Ik ga nu even bij Vee Trolls haar maken. Tenminste, ik ga het proberen, want ik weet niet of me dat gaat lukken. Nou, ben benieuwd. Ja, het is gewoon... Kijk, trolls hebben inderdaad altijd hun haar zo. Zo omhoog. Oh. Alleen, dan blijft het zo omhoog staan. En dat kan ik nou niet met jouw haar doen. Maar ik kan wel zo'n staart zo bovenop je hoofd maken. Dan lijkt het ook een beetje of je een troll bent. Ja? Zullen we dat dan doen? Doe het dan wel met zo'n knotje. Dan ziet er dan wel een beetje uit alsof je een troll bent. Zo. Maar een troll heeft geen knot. Nee, maar zo lijkt het een beetje alsof het een troll is. Kijk maar eens. Zie je dat? Dan heb je zo'n haar omhoog. Maar dat is geen troll. Nee, dat weet ik, schat. Maar ik heb toch al verteld dat ik dat niet kan. Nou, ik vind het heel moeilijk om dan zo helemaal jouw haar zo omhoog. Dat lukt niet, schat. Waarom niet? Nee, dat gaat gewoon niet. Heb jij heel veel haarlak? Haarlak? Nee, ik heb geen haarlak. Mama, maar de trolle heeft heel veel haarlak in. Nee, ik weet niet of de trollen haarlak in hebben. Trollen die zien er gewoon altijd zo uit. Oké? Okay? Ja, maar zo is het nou voor eventjes, dan lijkt het er toch een klein beetje op. Nee. Wel leuk zo, toch? Ja. Op je hoofd. Vind ik ook. Nou, ik volgens mij moet bij Milo een kuifje maken. Ja. Oké. Okay. Dan laat ik het net ook op een troll. Oh ja, tuurlijk. Ja! Maar Tip de Muis is niet lief. Wat zeg je nou? Tip de Muis is niet lief omdat hij niet wil eten. Oh. Soep lust hij niet. Lust hij geen soep? Nee. En jij? Ik wel. Oh, oké. Okay. Goed zo. Mama die gaat ook soep maken vandaag. Nee, morgen. Overmorgen. Gehaktballetjes. Ja, gehaktballetjes. Oh ja. Nou, ik... sorry, ik ben nog een klein beetje emotioneel, want... ik ben nu in ieder geval in best. En... nou ja. Nee, laat ik het toch maar even vertellen. Ken je dat je een liedje hoort en dat je in één keer gewoon helemaal overvallen wordt door emotie? Ik had dat net dus. En het erge is nog dat het tijdens het foute uur van Q Music is. Hoe heet dat liedje nou? Volare geloof ik of zo. Dat liedje komt op en ik zet hem harder, want ik vind het een geweldig nummer. Maar tegelijkertijd dat ik het hoor en dat ik het harder zet, stromen... Echt serieus, nu weer de tranen uit mijn ogen. En
Oh, ik weet eigenlijk niet, ja, ik weet misschien wel heel goed waarom het is, maar ik wilde eigenlijk niet accepteren, want... Weet je, ik heb dit jaar eigenlijk voor het eerst dat ik richting kerst ging en dat ik alleen maar de leuke dingen zag van kerst. Maar er is eigenlijk ook iets met kerst wat niet zo leuk is en dat is... Mijn opa is met tweede kerstdag overleden en dat is al jaren geleden. Maar mijn opa was... Mijn opa en ik waren twee handen op één buik. En ja, dat... Toen hij overleed was ik... Ik geloof 18 of zo. In ieder geval nog hartstikke jong. En mijn opa was er in alles. En dan met kerst. Ik heb echt jarenlang kerst, een hekel aan kerst gehad. Ik vond het verschrikkelijk. En eigenlijk sinds de laatste jaren, nu ik zelf moeder ben, is kerst eigenlijk gewoon fijn. Vind ik het heel fijn om dat het kerst is. En dit jaar was eigenlijk het eerste jaar dat ik echt dacht van, oh, ik zie alleen maar de fijne dingen en ik... He, heb er geen verdriet meer van. Maar ik hoor dat nummer nu. En ik heb gewoon echt in één keer zo van... Wow. Ik moet weer aan hem denken. Ik zie zijn gezicht weer voor me. En ik zie weer de dingen voor me die we samen deden. En ik denk er dan weer aan dat hij mijn kinderen dus nooit gezien heeft. En mijn man niet kent. En... Oh, ik vind het verschrikkelijk. En nou ben ik in best. Want ik ben nou bij die afspraak van de elektrische fiets. Dus ik moet mezelf nou daar eventjes... Weer even opzien te beuren, even mijn make-up bij moeten werken. Want ik kan moeilijk met zo'n betraand gezicht er dadelijk binnenkomen lopen. Dus ja. Nou, het is nu in ieder geval anders gegaan dan dat ik gedacht had. Maar goed, dit hoort ook gewoon bij Vlogmas. Want dit hoort ook gewoon bij mijn kerst. Dus maar goed, dan weten jullie het in ieder geval. Tweede kerstdag. Ik hoop dat het alleen maar fijn is. Want dan ga ik natuurlijk ook naar mijn oma toe. En... Ja. Oké, ik ga afsluiten, want ik ga me even herpakken en dan zie ik u dadelijk wel weer. Nou, ik zit nu op de elektrische fiets. En kijk, daar ben ik dan. En ik ben nu nog even aan het fietsen zonder motortje of zo. Want ja, dit gaat eigenlijk best wel goed. Deze fiets heeft ook gewoon versnellingen en dergelijke. Dus dat is allemaal heel erg handig. Ik wilde eigenlijk toch even het motortje ook gaan testen. Maar ja, dat doe ik dan zo al eventjes. Want dat moet ik met de hand doen waar ik nou de camera mee vast heb zitten. Want aan die kant zit dus de display en kan ik de motor aan en uitzetten. Dus dat ga ik zo doen op de terugweg. En dan laat ik jullie wel even weten hoe het, ja, hoe het is. Ik ben nu in winkelcentrum Moensel, want ik kom net van Stella vandaan, van Stella fietsen. En ik wilde net gaan betalen bij de parkeerautomaat. En toen kreeg ik gewoon het bonnetje van iemand anders. Super fijn dat hij nog niet op kenteken parkeren is, want anders had het natuurlijk niet gekund. Ik ga nu nog even wat boodschapjes halen. Kijk nou, dit is toch geniaal. Gratis inpakservice hier in winkelcentrum Moensel. Top. Daar ook nog eentje. Geweldig. Zo, even lunchje tussendoor. Lekker met erwtensoep. En roodbrood, kaartspek. En dat daar is mijn toetje. Jee, ik ben weer thuis. En dan mag ik meteen pakketjes gaan uitpakken. Deze is van Printed Great. Daar heb ik een bestelling geplaatst. Ze kreeg shoptegoed. En ik had de losse foto's die ik bestelde, dat had ik al binnen. Maar hier zitten canvasjes in, dus ik ben heel benieuwd hoe die eruit zien uiteindelijk. Nou, ik ben hier al zo goed in. Kijk. Ah, Milo! Milo! Milo, de zonnebril! Ja, dat was toen we naar het strand waren,
Hier was hij nog een heel klein babytje. En nee. Ja, lief hè. Mooi hè. Waar lacht hij toen op? Dat was bij een fotoshoot. En ik heb er ook nog eentje van jou. En dit? Nee, ik heb ook nog eentje van jou. Waar jij op staat. Ik eerst kijken. Ja. Vakantie, toen hield ik de lolly vast en toen was ik nog heel erg klein. Oh ja, was ook dit jaar hoor, maar dat maakt niet uit. Leuk hè? Ja, en toen zat ik op jullie bed. Ja hè? Mooi geworden? Ja hè, mooi geworden. Dan heb ik alle twee eentjes. Die komen hier ergens te staan denk ik. Nou, Bart, die heeft dus het geluk dat hij dus afgelopen tijd bij twee bedrijven heeft gewerkt. En dat hij dus ook twee kerstpakketten heeft gekregen. En die staan er al sinds gisteren, dus ik ben net thuis gekomen en hij wil die heel graag uitpakken. En Vee natuurlijk ook, hè? Die is ook nieuwsgierig wat er allemaal in zit. Oh! Oh, je hebt al iets te pakken. Wat is het? Weet ik oh, knoflook. Van Milo. Nee, knoflook is niet van Milo, nee. Even kijken. En chipjes. Ik leuk chipjes. Wat is dat? Oh, dat is een flesje, of niet? Flesje water of zo? Of? Ja, met smaakje. Water met een smaakje? Oh, dat ziet er wel heel tof uit. Oh, met munt volgens mij. Een dumbbell. Ja, dat is een dumbbell, zeg maar. Zo. Hey, wat grappig. Een flesje met een rietje. Ja, nog één. En nog één. Ik zet even allemaal hierop dan. Ja. En doosjes. Doosjes, ja, dat zit er altijd al in standaard in. Drop. Wat is dit, Vee? Even kijken. Zo'n pakket had je vorig jaar ook, hè? Er zijn koekjes, of niet? Ja. Ja, chocolate biscuits. Ja, maar vorig jaar hadden we best veel ervan gegeten, hè? Ja. Hebben we eigenlijk best wel veel van gebruikt. Thee. Thee, oké. Drop. Drop, oeh, lekker. En truffels. Oeh, chocolade. Oh, ja, lekker. En weet je wat daarop staat? Ik heb een kaartje gekregen. Ik en meerdere collega's. Mm-hmm. Nee, alle collega's. Van de bazen. Hebben allemaal een handgeschreven berichtje erin geschreven. In elke kaart. In elke kaart. En hoeveel mensen werken er bij jullie? Zo'n 200. Zo, serieus? Ja. En dan overal in elk kaartje hebben ze gewoon wat geschreven. Wauw, dat vind ik echt heel netjes. Zes mensen iets geschreven. Dus, dat vind ik echt heel netjes. Zeven. Wauw, echt waar, wauw. Vind ik heel netjes. Ja. En dat zat dus inderdaad bij het kerstpakket. Nou, dan wil ik wel weten wat erin zit. Ja, dat dacht ik wel dat jij ook benieuwd bent. Ga maar eens dichterbij bij papa. Ik kan niet op. De koffie dan ook, hè? Geweldig. Kijk uit. Laat los. Oh, zijn er koekjes? Chocoladekoekjes! Oh, juppie! Dat zijn ook wafeltjes volgens mij. Ja, wafeltjes, ja, maar dat zijn toch soort koekjes? Keep it cool. Do the barbecue. Is dat nou zo'n klein mini barbecue'tje? Vee. Een flesje met bier. Is dat bier? Ik denk wijn of zo. Blue. Glue wine? Winterglue. Glue wine, yes, voor mama. Appelkers. Appelkers, oh. Yes, voor papa. Nee, ik weet niet, dat zal wel lekker zijn. Winterglue. Warm up by the fire. Ah, volgens mij is dat wel lekker. Oh, en wat is er nog meer? Oh ja, dat is pan, brood, geroosterd brood. Brie. Oh, lekker! Dat is het thema is grill, hè? Ja. Wel, alleen die wafeltjes die horen er al niet bij, maar... Wat chocomel. Is dit? Oh, chocomel!
Lekker! Hot chocolate, dus die moet je eigenlijk warm maken. Mmm. Oh. Oh, marshmallows! Oh, daarvoor is het vet. Ja, dat moeten we doen. Marshmallows. Christmas mellows, ja. Oh, gaaf. Ja, nou moeten we eigenlijk ook iets gaan halen voor die barbecue. Want dan moeten we gaan grillen. Dan gaan we s'mores maken. Ja, s'mores! Dan moeten we stokjes maken. Ja. Omdat we stokjes zoeken, dat we dan de marshmallows erop kunnen doen. Ja, dat weet jij goed. En een kampeertje maken. Kampvuurtje. Ja, inderdaad. En dan kun je met die doen, kun je dan. Kun je daar een kampvuurtje in maken. Toch of niet? Ja, kijk. Vuur. Oh ja, daar staat vuur op, ja. Dan moeten we takken zoeken. Dan moeten takken zoeken, papa. Dan moet je zo met van die takken zo langs elkaar wrijven. Om zo een vuurtje te maken. Ja. Vind je dat een goed idee, papa? Ja, dat vind ik wel. Zo, nou, samen met mijn dochter gaan we nu even een kerstkaart bezorgen bij vrienden van ons. Want dat... Vee is met de step. Met haar mooie K3 step. Kijk maar. Ja, dat is een K3 step, hè. En ze vindt het nog een beetje spannend, maar... Oh, plas. Ja, nee, daar moet je niet doorheen, hè. Nou. Doe het eens vaker dan één keertje. Doe het eens twee keer proberen. Ja, goed zo. Woehoe. Goed zo. Wat ben je dan aan het doen dan, schat? Gaat hij jou kusjes geven? Ja. Hallo, zus. Ja, dat is Vee, hè? Ja. Ja, dat is Vee. Ja, wil je mee spelen? Goed zo, pak maar. We hebben vanavond ook al een feestmaaltijd. Of niet, Bart Adelaars? Wat ga je doen? Oh, dat hoeft niet, schatje. Ik doe dat lekker zo. Vind ik heel lief van jou. Met jouw handen. Ik doe dat gewoon met mijn handen, ja. He, want Bart die had vanmorgen het plan om vanavond kip perzik te eten. Ja. Maar, vertel maar. Je was lui en had er geen zin in om te maken. Geen zin om te maken. Nee, dus dan ben je... Oh, je bent de hele dag al lui. Kijk maar, hij heeft nog steeds zijn joggingbroek aan. Maar goed, ik vind het niet erg, want dat betekent dat ik sushi heb. Sushi! En jij hebt... Pizza! Pizza van Domino's. En papa heeft ook pizza van Domino's. En ik heb lekker sushi. Oh, dit is mijn favoriet. I love this. I love this.